De snelle ontwikkeling van de scheepvaart naar Rotterdam en het gebruik van steeds grotere schepen hebben regering en gemeente Rotterdam doen besluiten tot de aanleg van nieuwe haven- en industrieterreinen op het eiland Rozenburg en op de in zee gelegen Maasvlakte. Binnen deze dam zal de Maasvlakte geheel worden opgespoten. Een groot deel van die dam wordt gebouwd met behulp van twee daarvoor speciaal ontworpen blokkenvaartuigen, waarmee zware betonblokken naar het dijklichaam worden gebracht. In de kraanbrug op het achterschip pakken hijslieren de blokken in een hydraulische tang, waarna ze op lorries naar het laaddek worden gereden. De schepen hebben een tweedelige brug die het manoeuvreren voor en achteruit vergemakkelijkt. Elk van de schepen kan 2x12 betonblokken van ieder 43 ton vervoeren. Uiteraard is aan de stabiliteit van de merkwaardige vaartuigen de grootste aandacht besteed. Vrijwel dagelijks varen de schepen uit om de onderwater liggende dam van Stortsteen met de vierkante betonblokken af te dekken. Op het laaddek worden de blokken op een wagentje op rails geplaatst en alweer door lieren naar de brugkraan op het achterdek getrokken. Langs een verticale geleideconstructie wordt het blok in de hydraulisch gesloten tang omhoog gehesen en vervolgens buiten het schip gebracht. Voor het maken van de blokken is in de nabijheid van het werk een betonfabriek gebouwd die naar schatting 1 miljoen kubieke meter beton zal produceren in de 5 jaar die men voor het hele project denkt nodig te hebben. Er zullen ongeveer 55.000 van deze blokken gebruikt worden. Zo ontstaat ten westen van de Rijnmond een nieuw gebied waarin de bij de zeelieden zo beruchte zandbank, de Maasvlakte, zal opgaan. Deze kaart geeft een beeld van de toekomstige situatie. Ten zuiden van de nieuwe waterweg, binnen de wit aangegeven dam, wordt de Maasvlakte opgespoten. Daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe industrieën die zijn aangewezen op diepvaarwater. Want dat is het merkwaardige. In deze grote zandvlakte zullen zeer diepe havenbassins worden uitgegraven, onder andere voor de mammoettankers. Met de ingebruikneming van de Maasvlakte wordt het havengebied van Rotterdam over de kustlijn heen geschoven.